Scholidair is eigenlijk een actie, die hebben ze hier al heel lang op school. Ik ben hier nou net 2 jaartjes werkzaam. En dan halen ze eigenlijk geld op voor een goed doel. En meestal proberen ze daar een leuk klein goed doel, waar het geld ook daadwerkelijk echt mooi ingezet wordt. En dit jaar is dat stichting Bagheeran Village. De stichting zet zich in om kinderen in Gambia te voorzien van onderwijs. De Okkernoot gaat geld inzamelen om een nieuw speeltoestel waar te maken. We hadden eerst een connectie met een ander goed doel. Dat is helaas niet doorgegaan. En toen kwam deze voorbij in onze mailbox. En het schijnt ook nog een oud-ouder van hier van school. En doet het samen met Ali Saleh. Dat is een andere collega van mij. En die kent haar. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. De kinderen gaan de komende tijd verschillende activiteiten doen om zo geld op te halen voor het speeltoestel. Deze woensdag hebben wij een flessenactie. Hebben wij eerst geflyerd door de wijk en hebben wij briefjes dus in de bus gedaan om mensen te laten weten dat wij de flessenactie komen doen en de flessen komen ophalen. Dan hebben wij volgende week woensdag nog een sponsorloop. Hebben kinderen sponsors gezocht en hebben we hier op de Landmansweide in Zetten hele mooie stormbaan geregeld. We hebben de 22e hebben wij een veiling in de veilinghal in Zetten. Kinderen hebben allemaal een knikker gekregen, want het gaat dit jaar om het opbouwen van een speelplein in Gambia. En daar proberen ze iets mooi mogelijks mee te ruilen. En nou, we hebben al vette dingen, we hebben al een airfryer, we hebben al AirPods. En zo gaan we die producten veilen om nog wat meer geld op te halen. Alle groepen van de school doen mee aan deze actie. Naast het geld dat ze inzamelen voor de stichting, is er ook een leerdoel gekoppeld aan deze actie. Ja, het is vooral belangrijk dat ze leren, doe iets voor een ander. Het gaat niet altijd om alleen ik. En we hebben het hier in Nederland nou eenmaal best goed als je kijkt hoe het daar in die landen gesteld is. Kijk hier naar ons prachtige speelplein buiten. Daar hebben ze daar allemaal niet. Wij zijn eigenlijk al super tevreden als wij de kinderen iets kunnen meegeven in de zin van, doe iets voor een ander. Geld zou natuurlijk super mooi zijn als we een heel groot bedrag ophalen. Alleen ons doel daarin om anderen te helpen, die is eigenlijk al stiekem bereikt. Iedereen kan meehelpen met deze actie. Mochten jullie ons willen steunen, er staat buiten een flessenzak waar flessen ingeleverd kunnen worden. En verder, ja, zie je ergens iets leuks voorbij komen, deel het vooral. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer wij op kunnen halen.